Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. We hebben vandaag te maken met meer wolkenvelden die vanuit het oosten over ons land trekken. Ik wil niet zeggen dat we de zon helemaal niet zien, maar het is duidelijk een ander plaatje dan de afgelopen dagen. Af en toe zon, wolkenvelden dus vanuit het noordoosten en vanochtend de temperatuur die oploopt naar zo'n 7 of 8 graden. En vanmiddag komt daar nog wel het een en ander bij: dan is het 13 of maximaal 14 graden. De meeste zon in het zuidwesten, daar blijft hij nog wel redelijk schijnen. Maar in de rest van het land zien we dus vaker wolkenvelden. Meestmatige wind uit het noordoosten in het Waddengebied vrij krachtig. Vanavond koelt het af naar een graad of 11. Komende nacht naar een graad of 8. Om morgen met temperatuur op de proppen te komen van zo'n 14 of 15 graden. Nog steeds vrij veel wolkenvelden. Af en toe een klein beetje zon. En mogelijk valt er later op de dag in het zuidoosten een spatje regen of motregen. Maar op de meeste plaatsen blijft het gewoon droog. Datzelfde verhaal hebben we ook voor de zaterdag, de zondag en de maandag. Wolkenvelden nog wel vrij prominent op zaterdag later wat meer opklaringen. Zondag en maandag een wisselend beeld en de temperatuur steeds zo op 13 of 14 graden. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl